Hallo Sunshiners, welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine Valley. Mijn naam is Dominic Maas, met mijn kanaal is het bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to-the-point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. Jullie kennen het allemaal wel. Je ziet ergens een tweedehands aquarium staan of je kan van iemand een oud aquarium krijgen of wie weet, je hebt zelf een oud aquarium staan en je wil dat aquarium opnieuw gaan gebruiken. Meestal ziet het er niet uit. Er is heel veel poetswerk aan, er is van alles en nog wat aan te doen. En ik ga jullie vandaag een aantal tipjes en trucjes geven in deze video wat je kan doen. Ik heb heel bewust mijn eigen oud aquarium genomen waar er kalkresten in zaten, waar er vul in zat, waar er verf opgeschilderd was als achterwand en dergelijke meer. Zodanig dat ik eigenlijk een klein beetje alle aspecten van dat reinigen van het oude aquarium aan bod laat komen. Vergeet zeker en vast niet te abonneren en klik op dat duimpje omhoog. Op deze manier krijg je af en toe een aantal van dit soort video's binnen. Alvast bedankt om te kijken en de beelden volgen zo meteen. Dag! Zo, dit is een oud aquarium van mij. Vroeger waren de twee zijwanden en de achterwand geschilderd. Recentelijk heb ik al de achterwand weggedaan, maar dit stuk heb ik nu gefilmd voor jullie. JBL Aqua T Handy is niet alleen handig om de binnenkant van jouw aquarium te gaan reinigen van harde dingen. Ook aan de buitenkant kan het heel handig zijn. Zoals je ziet, de verf schilfert er gewoon vanaf. Peanuts. Voor hardnekkige kalk maak ik gebruik van zoutzuur die ik 1-op-1 ga aflengen. Dus als ik een 100 ml zoutzuur neem, dan neem ik ook 100 ml water en ik ga die in een spray gaan doen zodanig dat ik gemakkelijk ben om te gaan werken. Gewoon erin gieten, 100 ml water erbij per 100 ml zoutzuur en je kan eraan beginnen. Opgepast mensen, dit kan flink irriteren aan jouw longen en flink branden in jouw handen. Ga dus gaan zorgen dat je ofwel een hele goede ventilatie hebt, ofwel dat je een stofmasker draagt en draag zeker en vast ook handschoenen. Als je lomp bent, neem ook een veiligheidsbril. Je kan eventueel ook met een sponsje werken, maar we beginnen met het erop te sprayen. Je zal zien dat alles netjes begint te bruisen, dat de kalk gewoon wegbruist. Probeer kipnaden een klein beetje te vermijden met zoutzuur. Een beetje zoutzuur kan geen kwaad, maar tro is te veel en te veel is tro. Je zal merken dat het er bijzonder gemakkelijk van afgaat. Eenmaal je daarmee klaar bent, moet je heel veel gaan spoelen, zoveel als mogelijk gaan spoelen. Terwijl het water aan het lopen is, nog eventjes de boel opruimen. Zoals je nu al merkt, is het al een heel groot verschil. Maar we zijn er nog niet. Je neemt nog een ruitenreiniger. Deze gaan we alleen maar gaan gebruiken aan de buitenkant van jouw aquarium.
Doe je het aan de binnenkant, zou het kunnen zijn dat het een klein beetje nefast afloopt voor jouw vissen. Probeer het ook voorzichtig te gaan doen. Gebruik de ruitenreiniger op een sponsje en dan pas met dat sponsje op jouw aquariumglas aan de buitenkant. Het grootste kan je gaan afdrogen met een handdoek. Neem een kommetje en gewone natuurazijn om de gewone vuile resten uit jouw aquarium weg te krijgen. Zoals bijvoorbeeld die bruine randen die je ziet op die L-profieletjes. Doe dit gewoon door een beetje filterwatten te gaan gebruiken. Zoals je merkt doe ik met het azijn vooral de kitnaden en de plekken waar je niet zo makkelijk aankomt met de spray van zoutzuur. En uiteraard ook die L-profieletjes in mijn geval. Later wordt wel duidelijk waarom die L-profieletjes daar zitten. Vroeger was het van mijn hamburgermattenfilter, nu heeft het een ander doel. Wat keukenrolpapier om streepvrij te gaan werken. Ik heb hem hier afgedroogd omdat hij nog een tijdje droog zal staan, dus dan is het niet zo handig als je je waterdruppels opnieuw laat aankalken. Daar is hem. We gaan nog kijken om de fijne afwerking te gaan doen. Er zijn plekken waar je moeilijk aan kan, zoals bijvoorbeeld hier aan de schuine rand van het glas. JBL Aqua T Handy. De dekglazen, tja, wat zal ik zeggen, het was lang geleden dat ik ze nog gereinigd had. Goeie tip, jouw dekglazen heel vaak gaan reinigen. Je verliest enorm veel licht als je dit niet doet. Licht die je natuurlijk nodig hebt voor jouw planten. Alweer de mengeling zoutzuur en water. Het gaat eraf alsof het niets is. Even de ene kant gaan afspoelen. En ook de dekglazen zijn zo goed als nieuw. Lang verhaal kort, keukenrol, handdoek, natuurazijn, zoutzuur en de nodige beschermingsmaatregelen. Bedankt om te kijken naar deze video. We zien elkaar in de volgende video terug. Of ga even een kijkje gaan nemen naar de video die aangeraden is rechtsonder in beeld.